Hey, tof dat je kijkt naar deze nieuwe The Week video. Dit is de The Week video die eigenlijk normaal gesproken zou beginnen op maandag 12 december. Maar het is er vandaag niet, het is een week later. En ik zal je vertellen waarom. Toen ik zelf terugkeek naar The Week van afgelopen week, naar de week die al online stond, die je al hebt gezien denk ik, dan vind ik het een beetje saai. Een beetje saai. Maar hij is zoals het is. Zo was onze week en dat is wat ik ervan gefilmd had. Maar misschien is onze week wel een beetje saai. Want hoe ziet onze week er over het algemeen uit? We gaan naar kantoor, we maken video's, we doen leuke dingen met de kinderen en we gaan naar de kerk. Dat is onze gemiddelde week. Voor ons is dat een prima week, maar voor jou misschien wel een beetje saai om naar te kijken. En daarom wil ik de week anders maken, want ik denk als ik elke week zo'n video voor jullie maak, dan moet het leuk zijn. En dus ben ik afgelopen week aan de slag gegaan. Afgelopen week ben ik eigenlijk elke dag zo gaan zitten en heb ik jou verteld wat mij aansprak in die dag, wat ik mee heb gemaakt in die dag of wat me geraakt heeft in die dag. Elke dag, elke ochtend zo met jullie gaan zitten. Het is dus nu middag. Zeg nog, het is al 3:50. Bah, het is al 5:00. Zo, deze dag is eigenlijk voorbij gevlogen. Veel gedaan. Het is zondag. Maar toen ik het net aan het editen was, toen kwam ik tot de ontdekking dat dat nog vele malen saaier is als wat we in de afgelopen weken hebben gedaan. Dus dat wordt hem ook niet. Hier volgt een mededeling. Er is deze week geen The Week. Einde van deze mededeling. Einde van deze video.